But I am... Ik ben heel blij om hier te zijn. Ik ben echt blij... I'm happy to be here. Thank you for having me back. I'm glad to see you all again. Ja, bedankt dat ik terug mag komen. Ik ben heel blij om jullie weer opnieuw te zien. Just to start with, I would love to... Oh, and thank you, especially to Remco and to his wife. En bedankt thank Remco you en zijn vrouw. But as we were worshiping, I just really wanted to say... Terwijl we aan het bidden waren, ik wil iets delen. Jesus loves me. Jezus houdt van mij. Which maybe isn't like a big thing to you, but it is a big thing to me. En misschien stelt het voor jou niet zoveel voor, maar voor mij is het heel wat. And even from today, Jesus loves you. Jezus houdt van je. Like your church. Ja, jullie kerk. And I'll tell you why as we go, but ik vertel waarom als ik verder spreek. I love Jesus because he loved me first. Ik hou van Jezus omdat hij mij heeft eerst lief gehad. I love Jesus because he loved me at my worst. Ik hou van Jezus omdat hij van mij hield op mijn slechtst. And I'm not even sure that my worst was back before I was a Christian. En ik weet niet eens of mijn slechtste periode was voordat ik christen werd of daarna. Sometimes I feel like my worst came after because I knew better. Weet je, soms denk ik, heb ik het gevoel dat mijn slechtste periode na het christen zijn kwam omdat ik toen beter had moeten weten. And I've still done a lot of stupid stuff. En ik heb nog steeds veel domme dingen gedaan. But even this morning I've been reminded that Jesus still loves me. Maar deze morgen opnieuw kwam het tot me, Jezus houdt nog steeds van mij. And I'm really grateful for that. En ik ben er zo dankbaar voor. And I want to be a disciple of Jesus. En ik wil een discipel van Jezus zijn. For me that just means I want to be with Jesus so I can become like Jesus. En voor mij betekent dat ik bij Jezus wil zijn zodat ik als Jezus ga worden. That's what I mean by disciple. En dat bedoel ik met discipel zijn. Be with Jesus met to Jezus become zijn. Like Jesus. Om als Jezus te zijn. The reason why I think it struck me so much this morning. En de reden waarom dat zo raakt deze morgen. Is because as I was preparing for today, I felt like, okay, God said, speak about the serpent topic. En toen ik aan het voorbereiden was, zei God, ga over dit onderwerp spreken. And I believe that's what God had to say to you all. En ik geloof dat God dat tegen jullie wilde zeggen. But I admit that as I was getting ready, I didn't feel this angelic presence from the sky where I felt awesomely powerful. Maar terwijl ik was bezig met het woord, maar ik voelde niet zo die engelachtige atmosfeer van een onzagwekkende zalving of zo. And as I was driving here with my wife this morning, I was telling her about that. En toen ik hier naartoe reed, vertelde mijn vrouw daarover. And I said, I feel like I can speak, I know I can do that, but I'm not really sure what God's going to do with it. Ik weet dat ik moet spreken, maar ik weet niet zo goed wat God gaat doen vandaag. And as I stood here and worshipped, en terwijl ik hier aan het aanbidden was, I pretty much heard my sermon. En hoorde ik gewoon mijn preek. Sung in front of me. En het werd gewoon voor me gezongen. I don't know if you pay attention to the words of the songs you sing. I hope so. Ik hoop dat je luistert naar de woorden die je zingt. But if you paid attention, here's what it said. Als je er aandacht voor hebt, dit is wat er gezegd werd. God is here. God is hier. We come here so that we can see him first. Wij zijn hier om en ervaren dat God hier is zodat we hem als eerste gaan zien. And then in the ruins of our lives. En in de ruïnes van ons leven. In the storms of our lives. In de stormen van ons leven. Whatever junk comes against us. Wat voor troep er ook op ons afkomt. We know that God is with us. We weten dat God bij ons is. And so then we say call us out on the water. En dan zegt God hij roept ons om op het water te lopen. Lead us through the fire. En hij leidt ons door het vuur. But we will follow you. Maar we zullen u blijven volgen. And I won't be a slave to fear. En ik zal geen slaaf van angst zijn. That's a bit of what I want to talk about today. En dat is een beetje waar ik over wilde hebben vanochtend. And it amazed me. En het verbaasde me. Because then I knew God really wanted to tell you that. En toen wist ik ook zeker, dit is wat God wil vertellen deze morgen. Repetition is important. Repetition? Repetition. Herhaling is belangrijk. Repetition is important. Herhaling is belangrijk. If God says something 2 and 3 and 4 times, als God iets 2, 3, 4 keer zegt, sometimes you start realizing, oh wait, he's really trying to say this. En dan in één keer begin je te beseffen, hey, God wil echt iets tegen me zeggen. And I feel like that's then what he wants to do today, because he's already said it once in the worship. En ik geloof dat God dat wil doen, omdat hij het al 1 keer heeft gezegd in de aanbidding. And I believe he's going to say that over these next 20, 30 minutes. En hij gaat het herhalen over de komende 20, 30 minuten. The title that I want to talk about. De titel waar ik het over wil gaan hebben. Is peace. Vrede. Sometimes it just takes one word.
En soms heeft het maar één woord nodig. You don't always have to have a fancy long title. Just sometimes it's one word. Je hoeft niet altijd een fancy lange titel te hebben. Peace can have many different meanings. Vrede kan verschillende dingen betekenen. It can be like having peace with yourself. Het kan betekenen vrede met jezelf it hebben. It can be peace with other people around you. Vrede met anderen om je heen. Some people think of peace with nature and peace with our environment. En sommige mensen vinden vrede in de natuur, vrede in hun omgeving. Or peace in society and peace in government. Je hebt vrede in de maatschappij, vrede in een overheid. Or a peace with God or a spiritual peace. Een geestelijke vrede, vrede met God. And if you want to know which peace I'm talking about today. En als je wil weten over welke vrede ik het heb. The answer is yes. En het antwoord is ja. All of it. Alles. The word peace when used in the Bible means all of that. Als het woord vrede wordt gebruikt in de Bijbel, dan betekent dat alles. And I think all of those things are things that are important to Dutch people. En al die dingen zijn belangrijk voor Nederlanders. I think it's things that are important in our society today. Het zijn dingen die belangrijk zijn in onze samenleving. I started looking at what are some of the statistics in the Netherlands. En ik bekeek een aantal statistieken van Nederland. Are people at peace in all of these areas? And are people at peace with all of these things? Zijn de Nederlanders, hebben die vrede op al die gebieden? And at first it seemed like everything must be beautiful. En op het eerste gezicht lijkt niks aan de hand, lijkt alles goed. I saw statistics that 12-year-old to 25-year-olds. En ik zag statistieken van 12-jarigen tot en met 25-jarigen. 90% of them said that they are happy or very happy with their lives. En 90% daarvan zei dat ze gelukkig zijn met hun leven. They must all be really peaceful. En dat alles vredevol is. But then I looked at another statistic. Maar toen keek ik naar een andere statistiek. That there were more suicides last year in the Netherlands than ever before. Dat er meer zelfmoorden zijn geweest in Nederland dan ooit. And the largest group where that grew. En de grootste groep van die zelfmoord pleegt in Nederland. Was 20-year-olds. Zijn 20-jarigen. That makes me think that we all lie to people when they ask how are you doing. En dat betekent dus dat we liegen als mensen vragen hoe gaat het met je. Are you happy? Yeah, sure. Ben je blij? Ja, tuurlijk. 90% say yes. 90% zegt ja. But still, 5 people kill themselves every day in the Netherlands. En nog steeds zijn er mensen die zichzelf snijden iedere dag. Very possibly before this talk is done, one person in the Netherlands will choose to give up their life. En tijdens dit praatje zal hoogstwaarschijnlijk één iemand een einde maken aan zijn leven in Nederland. And it's not just going that far, but if you look at how people spend their money for healthcare. En als je kijkt hoe mensen hun geld besteden voor gezondheidszorg. About 1/4 of the money in the Netherlands for healthcare is for behavior or mental disorders. Een kwart daarvan gaat naar psychische behandelingen, psychiatrische behandelingen. Which is about double of all of the countries around the Netherlands. En dat is het dubbele van wat landen om ons heen uitgeven daaraan. I think people are interested in peace with themselves. Ik denk dat mensen op zoek zijn naar vrede met zichzelf. I think they're also searching for peace with other people. Ik denk dat mensen ook op zoek zijn naar vrede met andere mensen. Over the last 35 years. Over de laatste 35 jaar. The statistics for Netherlands is people spend less and less time with their friends. En statistieken wijzen uit dat mensen steeds minder tijd met vrienden doorbrengen. We all kind of realize it that our society is more isolated. We zien dat onze maatschappij steeds meer in isolement gaat raken. Less people are getting married now than used to. Minder mensen gaan trouwen als voorheen. And if nothing else, that says that there's less certainty that a relationship will stick together. En er is steeds minder zekerheid dat een relatie het gaat stand houden. People are afraid to commit to something because they don't know how long it will last. En mensen zijn bang om zich toe te wijden omdat ze niet weten hoe lang het gaat duren. And this is not me saying this about the Netherlands. En dat is niet dat ik dat zeg alleen over Nederland. But there were a poll taken of expats, people who are not from here. En er is ook een onderzoek geweest naar mensen die niet van hier zijn. That was published in Forbes magazine. En dat was gepubliceerd in een Forbes magazine. And out of 39 countries. En vanuit 39 landen. The Netherlands was 35 on being friendly. En Nederland stond op plaats 35 van de 39 van het meest of het minst vriendelijke land. The strange thing to me was in the top 10 were France and Germany. En de top 10 staat Frankrijk en Duitsland. I'm not saying that's true.
Ik zeg niet dat het waar is. Het gaat om de most unfriendly nations. No, that's our most unfriendly. Oh, we are. Oh, okay. And France and Germany are friendly. Are you serious? All right. Right. I wondered. I married a Dutch woman. Ik ben met een Nederlandse vrouw getrouwd. She's my best friend. Ze is mijn beste vriendin. I think Dutch people are friendly. I'm okay with that. Weet je, ik vind Nederlandse mensen vriendelijk. Ik ben daar oké mee. But there's obviously that concern among people. Maar er is wel een bepaalde zorg onder mensen. What about peace with nature? En wat over vrede met de natuur? Last year there was an activist group. Vorig jaar was er een activistengroep. That kind of sued the Dutch government, saying they're not doing enough to combat climate change. En zij klaagden de overheid aan omdat ze te weinig deden aan klimaatverandering. And the court in The Hague agreed with them and said the Netherlands must do more. En de rechtbank gaf hun gelijk en zei de overheid in Nederland moet meer doen. So there are at least some people concerned that we don't have peace with nature. En er zijn heel veel mensen dus die maken zich zorgen over hebben we wel vrede met de natuur. If you consider peace with society. En als je kijkt naar vrede met de maatschappij, met je samenleving. And you just look at the news. En je kijkt naar het nieuws. You see the terrorist attacks in France, in Belgium, in Germany. Je ziet de terroristische aanslagen in Frankrijk, in België. You see some of the governmental concerns and cities concerned about refugees coming here. En je ziet de zorgen over de vluchtelingenstroom. And you know that people aren't completely at peace. En je weet dat mensen niet volledig vrede hebben. What about peace with God? En hoe zit het met vrede met God? Or just spiritual peace. Some people don't want to say God. Sommige mensen die willen het woord God niet noemen, maar geestelijke vrede. Why do you think so many people have a Buddha in their house or in their yard? Waarom denk je dat zoveel mensen een Buddha beeld in hun huis of tuin hebben? This is not to be offensive, but he's not that attractive. Ik wil geen aanstoot geven, maar zo aantrekkelijk is hij nou ook weer niet. It's not because they think there is a good-looking man. Het is niet zo dat dat is een knappe man of zo. I hope it's not becoming the style to have snails in your head. Ja, ik hoop niet dat een nieuwe stijl, een nieuwe trend gaat worden. That when you see that, like that's what that is. It's snails. Why? Slangen. Slakken. Oh, snails. Yeah, like that's on your head. Yeah. Yeah. So, cool. I think people must be looking for some spiritual rest. Mensen zoeken naar geestelijke rust. Because it's not just because it looks nice. Het is niet omdat het er allemaal mooi en aantrekkelijk uitziet. Well, here's gonna be my short answer of peace. En hier komt mijn kort antwoord van vrede. I think it begins with Jesus. Ik geloof dat het met Jezus begint. In John 14, verse 27. In Johannes 14, vers 27. Jesus is speaking to his disciples. Jezus spreekt tot zijn discipelen. And remember, for me, disciples means people who want to be with Jesus to become like Jesus. En discipelen, dat betekent mensen die bij Jezus zijn om zoals Jezus te worden. Jesus says to those people, I give you my peace. Jezus zegt tegen deze mensen, ik geef je mijn vrede. A peace different than the world gives. Een vrede die totaal verschillend is met wat de wereld voor vrede heeft. A different way than the world gives it. Een hele andere manier dan die de wereld geeft. I think we're often looking for peace in the wrong way and the wrong place. En we gaan vaak op zoek naar vrede op de verkeerde manier, op de verkeerde plaats. Jesus says that he offers peace. Jezus zegt, ik bied vrede aan. To his disciples. En hij biedt het aan zijn discipelen. To those people who want to be with him to be like him. Aan de mensen die bij hem willen zijn om zoals hem te worden. So what does that mean to be a disciple? Wat betekent dat dan om een discipel te zijn? If disciples get peace, how do we get disciples? Als discipelen vrede krijgen, hoe worden we dan een discipel? Mark chapter 3 verse 14. Marcus 3 vers 14? 14, ja. Yeah. Yeah. Jesus calls these 12 disciples to him. Jezus, hij roept de 12 discipelen. And He does it for two reasons. En hij doet het voor twee redenen. That they might be with him. Zodat ze met hem zijn. And he can send them out. En zodat hij ze uit kan zenden. So they can tell this good news. En zodat ze het goede nieuws kunnen brengen. Be with Jesus. Wees met Jezus. Go share what you get. En deel uit wat je hebt gekregen. If you think that being a disciple of Jesus means being here Sunday morning. En als je denkt dat het zijn van een discipel alleen betekent dat je hier op zondagmorgen bent. Because God is here. Omdat God hier is. You've got maybe half of it. Dan heb je misschien de helft begrepen. Not even half. Misschien nog niet eens de helft. It's not just about being here. Het gaat niet alleen om hier zijn. God is here. I believe that. God is hier absoluut. I've experienced that. Ik heb het ervaren.
But that's for a few hours. Maar dat is voor een paar uur. And Jesus wants you with him all the time. En Jezus wil dat je altijd bij hem bent. And he wants to send you out to share what you get. En hij wil dat je gaat uitdelen wat je hebt ontvangen deze morgen. That's what he's working toward. En daar werkt hij naartoe. To be his disciples, he wants us with him. En om zijn discipelen te zijn, wil hij dat je bij hem bent. To go share it. Om het vervolgens uit te delen. And that has to do with peace. En dat heeft met vrede te maken. Let me show you another reason why I say that. Laat me een andere reden noemen waarom ik dat zo zeg. We'll look at Philippians chapter 4. Laten we kijken naar Filippenzen hoofdstuk 4. This is written by a man named Paul. Dit is geschreven door een man die genaamd Paulus. To a group of people in Philippi. Naar een aantal mensen in Filippi. The whole book is about encouragement and joy. En het hele boek gaat over bemoediging en vreugde. And there's a reason why. En er is een reden voor. Because these people needed it. Want de mensen hadden dat nodig. Sometimes we read the Bible and don't realize these are real people. Weet je, soms lezen we de Bijbel en realiseren we ons niet dat het echte mensen waren waaraan geschreven werd. So I want to give you some of the reason that they needed encouragement. En ik wil een aantal van de redenen geven waarom zij bemoediging nodig hadden. These aren't people who had perfect lives going for them. Dat waren geen mensen die hadden een volmaakt leventje. They probably had good friends die within the last 2 or 3 years. Weet je, dan zouden mensen verloren, goede vrienden, de jaren daarvoor. Some of them had been sold into slavery. Een aantal van hen waren verkocht als slaven. And so they were torn apart from their family. Ze werden van elkaar weggerukt. They all had an evil dictator as their dictator. En ze hadden een afschuwelijke dictator. And never knew what he was going to do. En ze wisten echt nooit wat hij zou gaan doen. Some of them had been prostitutes. Sommige van hen waren prostituees. Some of them were the people who went to prostitutes. Sommige van hen waren mensen die naar prostituees gingen. And lived with the shame of that. En dus met de schaamte daarvan leefden. Most likely all of them would die before we will die. They would die younger. Vele van hen zouden vroeg overlijden? Yeah. Okay. There was bigger problems with health and er waren veel problemen met gezondheid. They didn't have the toilets that we have. Ze hadden geen toiletten zoals wij die hebben. They didn't have hospitals like we have. Ze hadden geen ziekenhuizen zoals wij die hebben. They didn't have easy lives. Ze hadden geen makkelijk leven. And this is what Paul said to encourage them. En dit zegt wat Paul, dit zegt Paulus om hen te bemoedigen. And I think it's what God wants to use to encourage us. En het is hetgene wat God zegt om jou te bemoedigen. Because people are still people. Want mensen zijn nog steeds mensen. I'm not saying their lives were worse than your life is. Ik zeg niet dat hun levens slechter waren dan jullie. But trust me, your life is not worse than theirs was. Maar jullie leven is ook niet slechter dan hun leven was. The lie of the devil is that we're alone. De leugen van de duivel is dat je alleen bent. And that no one can understand us. En dat niemand je kan begrijpen. And that nobody knows the trouble I've seen. En dat niemand de ellende kent die jij hebt meegemaakt. Have you ever heard that song? Heb je ooit dat? Nobody knows the trouble I've seen. No, hey, you all are singing. Great. Do I need to translate that and sing that as well? You niemand, can rap it. Yeah, niemand heeft de ellende gezien. Okay. Beautiful. Yeah. We all faced it. So here's what Paul says. Dit is wat Paulus zegt. Chapter 4, verse 5. Hoofdstuk 4, vers 5. The Lord is near. De Heer is nabij. God is here. God is hier. And it starts with that. En daar begint het bij. Sometimes we start at the next verse, but it starts, the Lord is near. Maar daar begint het mee. De Heer is nabij. Do not worry about anything. Wees in niets bezorgd. We've heard what kind of worries they could have. Weet je, en je hebt gehoord wat voor zorgen deze mensen hadden. Worries that parents have for their children. Zorgen die mensen kunnen hebben over hun kinderen. Worries about their lives. What will they eat tomorrow? Zorgen over wat ze morgen zullen gaan eten. What will they eat tonight? Wat zullen ze vanavond eten? Worries about what are they going to do in the future? Because they have no pension. Zorgen wat ze moeten gaan doen in de toekomst, want ze hebben geen pensioen. There's no social security in their system. Er is geen sociale zekerheid. Do not worry about anything. Wees in niets bezorgd. But in everything. Maar met alles. With prayer and thanksgiving. Met gebed en met dankzegging. Ask God what you need to ask him. Vraag God wat je van hem nodig hebt. Communication. Communicatie. Ask God, talk to him. Vraag God, praat met hem. Relationship. Relatie. Be with him. Met hem zijn.
We saw Jesus said, "I want the disciples to be with me." We hebben dat Jezus zei dat hij dat wil dat de discipelen bij hem zijn. And we're seeing this: be with him, talk with him. En hier zien we ook terug: wees met mij, kom bij me. He says, "When you do that, when you ask," als je dat doet en dat vraagt, then the peace of God, which passes your understanding, dan komt de vrede van God die al je verstand te boven gaat, will be with you. En die zal bij je zijn. May God's peace be with you. Mogen de vrede van God bij je zijn. But the verse doesn't stop there. Maar het vers eindigt niet daar. There is a second part. Er is een tweede gedeelte van dat vers. It says, because of that, therefore. Daarom. Whatever is good or true or noble. Wat ook goed is, nobel is. Misschien kan de tekst er even op. 14 vers 8. 4 vers 8. Oh wait, go back actually. Sorry. Let me go back. He says, "The peace of God will guard your hearts." That was verse 7. Vers 7 is de vrede van God behoedt en bewaart je hart. You're mostly good Dutch people. Do you ride bicycles? Rijden jullie fietsen? I do. Ik rij fiets. Do you have a mud guard on your tire? Hebben jullie een spatbord op jullie fiets? As you're biking along, that there's the mud or the water, there's a guard there. Ja, zodat de modder niet op jouw kleding komt. Exactly. Yeah. That it doesn't come on your clothes. Does that mean that there's no mud? Betekent dat er geen modder is? Does that mean that there's no rain or water? Betekent dat er geen water op de grond ligt? It just means that there's a guard there. Nee, het betekent dat er een soort schild is om dat op te vangen. Jesus is your shield and your strength. Jezus is je schild en je kracht. As we were worshiping this morning, that came back to me over and over, my shield and my strength. Terwijl we aan het aanbidden waren, dat woord kwam bij mij in mijn gedachten, mijn schild en mijn kracht. God's peace can be your shield. Gods vrede is je schild. It can be a guard. Het is je bewaking. But then comes verse 8 and this is important. Maar dan komt vers 8 en dit is belangrijk. He says, "Start setting your mind on things that are good and true and noble." Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is. All of those things that are pure and lovely and excellent. Alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Think about that. Denk daaraan. So he says, God's peace will guard your heart and your mind. Gods vrede, het bewaakt je hart, het bewaakt je gedachten. So your mind is guarded. Zodat je gedachten beschermd zijn. But then he says, you put your mind on good things. Maar en daarna zegt hij, focus je gedachten op die goede dingen. There are too many people who God guards them. Er zijn te veel mensen die. That God will guard their mind. Die denken God dat, God. His peace guards them, shields. Ja, de vrede van God bewaakt hun gedachten. But then they start going back to looking at all of the bad things. Maar nadat ze dat principe hebben begrepen, gaan ze in één keer focussen op slechte dingen. We put our focus on the things that are not true and not noble and not pure. En dan doen we precies tegenovergesteld op alles wat niet waar is, niet edel is, niet rechtvaardig is. We put our attention on the things that we want to complain about. En we richten onze aandacht over op de dingen waar we over willen klagen. We put our attention on all of the problems. En we focussen ons op alle problemen. We take our eyes off Jesus, we start looking at the junk. We kijken niet meer naar Jezus, maar we kijken naar de troep. And he says, as you pray, God will guard you. Als je bidt, God zal je bewaken. Now, put your minds on what's true and noble. En nu, vanaf nu aan, denk nu aan de goede dingen, wat waar en eervol is. Have a job to do. Want je hebt een taak. We be with him. We zijn met Jezus. Then he sends us to share good news. En dan stuurt hij ons erop uit om het goede nieuws te brengen. It's not be with Jesus. Het is niet wees met Jezus. And then be sent out to complain to your coworkers. En ga heen en ga klagen tegen je collega's. It's not go home so that you can yell at your kids. Het is niet ga naar huis en begin te schreeuwen tegen je kinderen. It's not send you home so you can point at all of the faults in your wife or your husband. En het is niet ga naar huis en wijs met je vinger naar alle fouten die je echtgenoot of echtgenote maakt. We start putting our focus and our attention somewhere. Weet je, het gaat om waar heb je je aandacht op gericht. And then the next verse comes. En dan het volgende vers komt, vers 9. And so he says, all of those things you have learned from me and received from me. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen. All those things that you saw in me, all those things that you heard from me. Alles wat ik verteld heb en heb laten zien. Put that into practice. Doe het. And the God of peace
will be with you all. En de God van vrede zal met je zijn. So he said, pray about it. God will give you peace. God geeft je vrede. And then go live it. En nou leef het. And God's peace will be with you. En Gods vrede zal met je zijn. And sometimes we think, well, I prayed about it, but I'm not living in peace. Weet je, soms denk je, ik heb ervoor gebeden, maar ik leef niet in vrede. Well, have you prayed about it and then started living it out? Heb je ervoor gebeden en ben je het gaan leven? Because that's what he calls us to do. Want dat is waar hij ons voor roept. And here's just a small thing for Remco, because I love him. En hier is een klein dingetje voor Remco, want hij houdt heel veel van mij. If you want to be a blessing to your pastor, als je een zegen wilt zijn voor je voorganger, those things that you learn from him and receive from him, de dingen die je leert van hem, die je ontvangt van hem, the things that you hear him speak and the way that you see him living, de dingen die je hem hoort zeggen en hoe je hem ziet leven, put that into practice. Doe dat. Because we don't stand up here just because it's fun to talk. En wij staan hier niet alleen maar omdat het leuk is om te praten. We believe God has given us something to say. We geloven dat God ons iets heeft gegeven om uit te delen. To help change the way you live. Om mensen te helpen om anders te leven. That God has a message for you that you're supposed to walk out. Maar God heeft een boodschap voor je en dat is ga erop uit. Something for you to spend time with God. Sommigen van jullie moeten meer tijd met God gaan doorbrengen. And then go out to share that good news. En dan erop uitgaan om dat goede nieuws uit te delen. Go out to live that good news. En ga dat nieuws niet alleen met je mond brengen, maar ga het leven. Be with Jesus. Wees met Jezus. To become more like Jesus. Om meer als Jezus te worden. And did you see the bookends that were on there? En als je kijkt naar het einde van het boek. The verse started, the Lord is near. Het vers begint, de Heer is nabij. And it ends, the God of peace will be with you. En het eindigt met, de God van de vrede zal met je zijn. God's presence is with you all the way. Gods vrede is met je waar je ook gaat. I want to give you one last quick picture. Ik wil je één laatste beeld schetsen. A few weeks ago I was on vacation. Een aantal weken geleden was ik op vakantie. And I was with my little nephew. Ik was met mijn kleine neefje. And I saw a caterpillar. En ik zag een katapult. And God asked me the rups. A what? A rups. Yeah. Don't you have a better word for that in English? Okay, caterpillar. A rups. Rups. Well, it's easy for you. I have to say the long word. And God asked me a really silly question. En God stelde een hele belachelijke vraag aan mij. Which can walk faster? Wat kan sneller lopen? Een rups of een vlinder? Een rups of een vlinder? I started thinking through, which one goes faster? En ik zat te denken, wat gaat sneller? I looked it up on the internet. En ik ging op het internet zoeken. No scientist has studied this. En er is geen één wetenschapper die dat ooit heeft onderzocht. Because as my brother said, it can fly. En het is inderdaad om wat mijn broer zegt, omdat het kan vliegen. Who cares how fast it can walk? Wie kan het schelen hoe hard een vlinder kan rennen? It seems silly, but here's what it meant to me. Het klinkt raar, maar dit is wat het met mij deed. So many Christians, they have been changed from a caterpillar to a butterfly. Heel veel christenen zijn veranderd in een rups, in een vlinder. And we're still trying to do things the old way. En we doen de dingen nog steeds op de oude manier. Well, we used to walk everywhere with our 100 legs. Ja, we zijn gewend om overal te lopen met 100 voetjes. God has changed me. I only have 4 legs and I don't walk as fast. God heeft me veranderd. Ik heb nu nog maar 4 pootjes en ik loop niet meer zo hard. And we say, where are the promises of God? En dan denk je bij jezelf, waar zijn de beloften van God? I thought this was supposed to be easier. Ik dacht dat dit makkelijker zou gaan zijn. And God says, I gave you wings. Maar God zegt, ik heb je vleugels gegeven. Start using them. Begin ze te gebruiken. Don't try to live the old way all the time. Probeer niet op de oude manier te blijven leven. Allow yourself to be changed. And live it. Sta toe dat je veranderd bent en leef het uit. And how do you live with your wings? En hoe leef je dan met je vleugels? It sounds beautiful, but how do you do it? Het klinkt mooi, maar hoe doe je dat dan? When I looked through the Bible and I saw things about wings. Als ik de Bijbel erop nasloeg en ik zag alles wat te maken heeft met vleugels. It was always about
people who put their trust in God. En het gaat altijd over mensen die hun vertrouwen volledig op God stellen. Those who trust in the Lord will renew their strength. Mensen die op God vertrouwen zullen hun kracht vernieuwen. And they will rise on wings. En ze zullen op vleugels zullen ze opstijgen. I trust the Lord and am sheltered in his wings. En ik vertrouw op de Heer en ik vond beschutting onder zijn vleugels. You want to start using your wings, put your trust in God and not yourself. Als je je vleugels wil gebruiken, begin je vertrouwen op God te stellen, niet op jezelf. And part of that is putting it into practice. En een gedeelte daarvan is dat uit te gaan leven. This morning you've had time to be with God. Deze morgen heb je tijd gekregen om bij God te zijn. Now will you go become more like him? Nu is de volgende stap: wil je meer als hem worden? So I want to take 2 minutes or something like that. En ik wil 2 minuten nemen. And I want you to find out what God's telling you to do. En ik wil dat je eruit achterkomt wat God vraagt, wat je moet gaan doen. Normally a pastor won't say this, but I'm okay if you take out your phone. Ik, normaal zal een voorganger niet zo snel zeggen, maar als het nodig is, pak je telefoon. And write yourself a note. En maak een notitie in je telefoon. Or if you have paper, write something down. En als je papier hebt, schrijf iets op. But as I said, I think God has something he wants to say to you today. En ik heb het idee, God wil iets zeggen vandaag. And so if he said it. En als God het gezegd heeft. Then don't forget it. Dan vergeet het niet. And so in these 2 minutes, as there's some music going. In deze 2 minuten, terwijl de muziek al speelt. You talk to God and find out what he wants you to do. Praat met God en kom erachter wat hij van jou vraagt. If you have something, write it down or type it out or whatever. Als je een gedachte hebt gekregen, dan schrijf het op of typ het in je telefoon. And then in a minute or two, I'll pray for us all. En over 2 minuten dan bid ik voor ons allemaal. But first, you spend some time with God and figure out what he's saying. Maar eerst, wees bij Jezus en hoor wat hij zegt tegen je. So let's take that moment. Laten we dat moment nemen. God in heaven. In de hemel. Our Prince of Peace. Onze Prins van de Vrede. Thank you that you're near. Dank u dat u dichtbij bent. And thank you that you loved us first. En dank u wel dat u eerst van ons hield. Thank you for loving us in the middle of our junk. Dank u dat u van ons hield in onze rotzooi. And that you're willing to come in and bring peace there. En dat u wilt komen en dat u vrede wilt brengen daar. I pray a blessing on this church. Ik bid een zegen over deze kerk. That they have ears to hear. Dat ze oren zullen hebben om te horen. And then feet that will go walk it out. En dat ze voeten zullen hebben om het gaan uitleven. As people obey your word, Father. Als mensen uw woord gehoorzamen. May they be blessed. Mogen ze gezegend zijn. I almost don't need to ask it because that's what you do. En ik hoef dat niet te vragen, want dat is wat u doet. You meet us as we trust in you and obey. En u komt ons tegemoet als wij u gaan vertrouwen en gaan gehoorzamen. And if there's someone here who's really struggling in their mind. En als er iemand is die echt strijd heeft in de gedachten. Someone who's doubting whether this is true at all. Iemand die misschien twijfelt of dit allemaal wel waar is. I pray that your spirit would come into them right now. En ik bid dat uw geest in hun gedachten zal komen op dit that moment. Would fill them with faith. En met geloof zal vullen. With fill them with a willingness to give it a try. En met de bereidheid vullen om het een kans te geven. That they would be expectant and watching. Dat ze verwachtingsvol zullen zijn. And that they would have eyes to see when you do a miracle. En dat ze ogen zullen hebben om te zien als u een wonder doet. Father, as we come and pray. Heer, als wij komen en wij bidden. Give us a peace beyond our understanding. Geef ons die vrede die alle verstand te boven gaat.
Guard our minds and our hearts. En bewaak onze gedachten en onze harten. We love you. We houden van u, Jezus. We love you. We houden van u, Jezus. We want to become more like Jesus. We willen meer als Jezus worden. And so it's in his powerful, peaceful name we pray. En in zijn machtige naam, een vredevolle naam, bidden wij. Amen. Amen. Thanks, Matthew. Zullen we gaan staan en laten worship ons meenemen.